De start is gevallen. Start valt. Busy Tolité wil wel mee in het duel om de leiding. Maar aan de buitenkant gaan ze veel harder. Confiance BD is het snelste weg. Helemaal aan de buitenkant Bernadotte Queen. En op de derde plaats daarachter aan de relingzijde ligt Clark Beukenswijk. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Confiance BD leidt daar nog steeds. Maar aan de buitenkant gaat Bernadotte Queen straks de leiding overnemen. John Westerbrink gaat op dit moment niet eens John Jans voorbij. Uitgeschakeld nummer 10. 10 galop. Derde plaats daarachter Clark Beukenswijk. En vierde is de trainingsgenoot van Clark, Blessed by Love. De vijfde plaats ligt Busy Tolité in het tweede spoor. Met daarnaast aan de relingzijde de andere Belgische rijder, Jos Verbeke. Die rijdt Forever Paradise. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door en het gaat hard aan kop. Bernadotte Queen gaat de leiding weer kwijtraken. Sterker nog, er gaan zelfs twee paarden langs op dit moment. Confiance BD kwam weer terug, maar daar komt ook Blessed by Love aan. De tussentijd 1:15:05. Blessed by Love van de buitenkant drukt nu door en gaat de leiding overnemen. Wordt de derde leider in deze koers. Confiance BD tweede, derde Bernadotte Queen. En daarachter het eerste paard aan de buitenkant. En de eerste draver aan de buitenzijde is Clark Beukenswijk. Daarachter aan de relingzijde Forever Paradise. Daarachter in het tweede spoor Busy Tolité. Dan Benvenuto Hollande met aan de binnenkant Accra. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Paarden die in het achterveld liggen hebben op dit moment een probleem. Want het gaat vooraan hard. Dat hebben de eerste twee koers al gezien. Dan kom je van achteraf niet zo makkelijk meer naar voren. Tweede tussentijd ook 15:15:04. De eerste kilometer gaat 15:04. Uitgeschakeld nummer 9. Nummer 9, galop. Paarden zijn 900 meter van huis. Leiding in handen van Blessed by Love. Op de tweede plaats Confiance BD. Derde is Bernadotte Queen met aan de buitenkant daarnaast Clark Beukenswijk. Dan volgt Busy Tolité, dan Accra, dan Benvenuta Hollande. Dan Ricky D'Asolo en daarachter volgt dan Ruud Pols met Bo Jewel. En op de laatste plaats aan de relingzijde volgt Ballantyne V met Rob van Toor. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Tempo blijft aan de hoge kant en dat moet ook wel, want we gaan de eindfase zo langzamerhand opzoeken met Blessed by Love vooraan. Blessed by Love, aan de buitenzijde komt Clark Beukenswijk dichterbij. Daarachter valt Bernadotte Queen een beetje stil. Accra zat erachter, die ligt nu laatste. Tussentijd was 1:16:08. Paarden op weg naar de laatste bocht, die hebben ze inmiddels bereikt. Blessed by Love, Clark Beukenswijk. Daarachter volgt Confiance BD. En zo gaan de paarden de laatste bocht door. Nummer 13, nummer 13 galop. En zijn ze halverwege de laatste bocht en komt ook Busy Tolité naar voren. Busy Tolité en Martens moet er veel aan doen, maar hij komt wel steeds dichterbij. Komt inmiddels de laatste rechte lijn in op één lijn met de leiders. Paarden in de laatste rechte lijn en in het midden van de baan Clark Beukenswijk. Buitenzijde Busy Tolité, helemaal aan de buitenzijde Ricky D'Asolo. Aan de relingzijde lijkt Clark Beukenswijk ietsje beter te gaan dan Busy Tolité. Ze gaan op weg naar de streep. Ebbingen tegen Martens. En Ebbingen gaat hem winnen. Het is de 5, dan de 1, dan de 12 en dan de 2 voorlopig.